Als je met een instituut gaat werken als het Van Abbe, want dat is het. En je gaat ook nog eens een keer met een groot bedrijf werken, Van der Valk, en dat is ook groot. En dan moet je dan zelf een beetje als creatieveling, die het ook nog moet maken, tussendoor laveren. Dan zou je denken van nou, dat wordt heel ingewikkeld. Maar dat was het echt totaal niet. Het idee is vorig jaar ontstaan om een gedeelte van de collectie van het Van Abbe bij ons te laten zien. Gedeeltelijk omdat we enorm veel bezoekers hebben en dat wij in ons bedrijf op heel veel plekken proberen aansluiting te zoeken met de stad Eindhoven. Nou, het Van Abbe Museum heeft een hele mooie collectie moderne en hedendaagse kunst. En daar willen we eigenlijk graag zo veel mogelijk mensen van laten genieten. Een van de grote uitdagingen van deze tijd is dat je niet alleen een museum binnen de muren bent, maar ook naar buiten toe. En dat mensen op een andere manier naar kunst gaan kijken en ervaren. Ja, en daar is wat mij betreft het Van Abbe Museum wel echt een voorloper in. Eigenlijk is de samenwerking met het Van Abbe begonnen met de Van Abbe vitrine bij ons in het complex op Strijp R. Nu komt er dus een nieuwe mobiele vitrine in het Van der Valk. Van der Valk is natuurlijk een hele mooie volgende stap. Het is een plek waar ontzettend veel mensen samenkomen. En wij willen proberen om die gasten die bij ons zakelijk of privé verblijven te enthousiasmeren om meer dingen te gaan bezoeken in en om die stad heen. Er zitten vast een heleboel mensen bij die het Van Abbe nog niet kennen en de collectie nog niet kennen. Dus dat is een prachtige plek om die collectie daar te laten zien. De Van Abbe collectie wordt bij ons in een prachtige vitrine tentoongesteld midden in de centrale hal. Toen kreeg ik gelukkig, of misschien vanzelfsprekend, de opdracht om de vitrine te maken. En dus dat, want ik ben natuurlijk eigenlijk meubelmaker. Dit is helemaal geen meubel, dit is een grote kar. Een enorme glazen kar. Je gaat eigenlijk met je kunst naar buiten. Dus dat is de gedachte. Een soort mini-museumpje op wielen. De vitrine is eigenlijk bedacht als een ruimte waar alles in moet kunnen gebeuren. Dus, en daar hebben we eigenlijk een soort bouwpakket voor gemaakt. Dat je er van alles in kan zetten op tafeltjes, plat, schuin, omhoog. En ook zo simpel dat je dat kan aanpassen. Dus met betrekking tot de inrichting ga ik ervan uit dat het elke keer heel anders wordt. De selectie is gemaakt door gastconservatoren, uitgenodigd door Van der Valk. We hebben voor Piet Hein Eeg gekozen als de eerste curator. En hij vond het hartstikke leuk, dus het was zo geregeld. Toen mocht ik dus ook nog eens een keer de eerste selectie maken. Maar de gedachte is dat er elke keer iemand anders, liefst natuurlijk niet uit het kunstgebied, maar juist uit hele andere gebieden, iemand die tot de verbeelding spreekt vanuit zijn wereld, die kunst selecteert, waardoor de mensen die uit die wereld komen eigenlijk getriggerd worden om daarna te kijken. We hebben een hele mooie collectie waaruit een heleboel verschillende werken gekozen kunnen worden. De afmeting is een beetje de beperking, zou je kunnen zeggen. En ja, wie weet vinden we daar ook nog wel eens een keer een oplossing voor door die vitrine een stukje uit te breiden. Nou, we hebben in principe na Piet Hein Eeg nog vier mensen direct op het oog. We hebben het over Maarten Steinboeg, de wetenschapper, Sander van Doorn, DJ, Dick Middelweert, sterrenchef. Ze weten het allemaal nog niet, maar we gaan ze allemaal benaderen om te vragen om voor een periode gastcurator te zijn.